Yo mensen, Bas hier, terwijl Bas die stand. Voordat de video begint wil ik jullie even mededelen dat vandaag, als jullie dit op de dag kijken dat ik hem upload, op zondag 9 februari vindt om 3 uur de Bas stream plaats op het kanaal van de E-Divisie. Daarin ga ik mijn laatste 10 potten van de Weekend League live streamen. Dus ga dat checken, het is van 3 tot 7. Zal lachen zijn als jullie daar ook komen. Even met de chat gaan we ook gezellig doen. Komen mensen langs, e-sporters, we gaan prijzen weggeven. En we gaan gewoon gekke shit doen. Dus ik zou zeggen, ga dat zeker even checken om 3 uur. Als je dit dus kijkt op de dag van de upload, 9 februari, om 3 uur op het kanaal van de E-Divisie. Ik zou zeggen, ik zie je daar. Yo mensen, Bas hier, terwijl Bas die stand. En vandaag gaan wij iets heel moois doen. Vandaag gaan wij een mid-icon pack openen. In eerste instantie wilde ik dat op mijn eigen account doen. Alleen ik was uiteraard weer te laat met de icon swaps. Dus ik had even op mijn Insta een storytje geplaatst van yo, wie wil zijn mid-icon openen op mijn kanaal? En er waren wel wat mensen die daar interesse in hadden. Onder andere Thijs. Ik ga je zo kennis laten maken met Thijs. Hij heeft hem een icon mid-icon pack klaargezet. Ik hoef hem alleen maar in te leveren. En hij had nog wat andere pakketjes. Wil jij nou ook dat ik jouw mid-icon pack ga openen? Zorg dan dat je mij volgt op Instagram en stuur me even een DM'tje met het bewijs dat jij die 18 spelers bijna hebt. En je moet Discord hebben. Dat zijn eigenlijk de enige voorwaarden. Want ik wil, als we samen de pack openen, wil ik ook gewoon kunnen communiceren met die persoon. Want anders vind ik het niet leuk. En ik vind dit eigenlijk nog leuker dan om mijn eigen account te openen. Aangezien, ja, waarschijnlijk heel veel mid-icons ga ik niks aan hebben. En ik denk dat dat eerder bij mij het geval is dan bij andere mensen. Maar goed, je weet het maar nooit. Misschien gaan we wel iets heel slechts pakken. Maar ik ga ervan uit dat wij iets goeds gaan pakken. En Thijs weet dat zelf nog niet. Hij luistert mee. Hij heeft 3 nationaliteiten waarin hij kan kiezen. En als dat de nationaliteit is, dan krijgt hij van mij 20 euro PSN kaart. Kan hij nog even wat extra pakketjes openen. Dus wil jij dat nou ook? Volg me dan op Instagram. @bassistentje. En dan gaan we nu beginnen met de packs. Let's go. Oké, ik ben hier op het account van Thijs. Hij zit ook in de Discord als het goed is. Welkom. Zeker. Kijk eens, ik hoop dat de mensen het allemaal goed kunnen horen. Hij heeft heel weinig potten gespeeld, kan ik als record zien. Dat kan op zich wel meer, maar goed. Maakt allemaal niet uit. Hij heeft wat pakketten klaargezet. Dit is het team. Vlammen, Tornado. Kan je misschien wat meer over uitleggen? Nou, als je de clubnaam had gezien, Inazuma 11. Oké. Okay. En Vlammen, Tornado is van Inazuma 11. Dus, ja. Oké. Okay. Ja, okay. Inazuma 11 fan. Ik zie hier Osso en Zeefuik op de bank. Dat neem ik aan dat je Groningen fan bent. Hè? Precies, ja. Dat dacht ik al wel. Ja. Jammer dat Sida's geblesseerd is. Maar... ja, inderdaad, dat is inderdaad vervelend. Maar wat wel leuk is om te vermelden is dat ik hier dus een pack ga openen met, op het account van de dubbelganger van Trapjack. Ik zal even, een kleine video hierin gooien van de dubbelganger van Trapjack. Dan weten jullie ook van wie wij het pakketje gaan openen. Hè? Trapjack? Huh? Wat doet hij hier? Trapjack, hey, op de weg en de driver die geeft gas. Oké. Is gewoon bij de E-divisie dus, oké. Gezellig. Op de weg en mijn driver die geeft gas. Bijna 100 in een bocht. Neem een shoot toe even tas. Jongen, wou niet leren. Dat was een heel leuk videootje. We gaan dus wat pakketjes openen. Je had ook een paar pakketjes klaargezet, zei je. Dat had ik eigenlijk niet eens al gevraagd, ja, maar dat is een leuke bijkomstigheid. Ik had de Marky matchups klaar afgemaakt net. Okay. Packs van de storyline. Nou, dan gaan we die gewoon even snel openen. En als er dan wat in zit, dan laten we het zien. Als er niks in zit, dan skippen we dat gewoon. Maar laten we eerst maar... we gaan eerst even die packs openen, want ik ken mezelf. Dan heb ik dadelijk die icon pack vrijgespeeld en dan druk die per ongeluk als eerste in. We gaan eens even kijken wat hierin zit, dames en heren. Ik heb beschikking tot de knoppen. Dat is hartstikke mooi. En dan gaan we hier kijken of er wat bijzonders in zit. Ik denk het niet. Dan gaan we dit skippen en dan gaan we door naar de volgende pack. Huts. On to the next. Premium Gold Players Pack. Natuurlijk het tweede team van de Future Stars is nu ook in packs aanwezig. Dat zou mooi zijn. Ik denk dat dit niet iets veel in goeds is. Nee. Skip. En we naar de volgende. Drama. We gaan de mid-icon gaan we wel skippen, toch? Ja, en dan storm in de club. Ja, precies, precies. Ja, ik heb het al zo vaak gedaan, maar de kijkers vinden dat toch ook wel leuk. Dus dan gaan we dat sowieso maar doen. We openen gewoon, we vliegen er doorheen. Vergeet niet deze video te liken en te abonneren. Dan gaan we eens even kijken wat erin zit. Helemaal niks. En we gaan weer door. Jumbo Premium Gold, dan gaan we die ook maar even openen. Tot nu toe is de packluck nog niet helemaal daar voor Thijs. Maar wie weet. Nee hoor, helaas. Dus vergeet niet even dat belletje. Dan blijf je natuurlijk op de hoogte van alle video's. Dan gaan we deze even openen. Rare Mix Players Pack. Laat het dan een keer wat goed zijn. Bim bam boom, dit is goed. Oh, het is een borde. Boe. Het is een Braziliaan. Het is een CM. Alan? Het is Arthur. Ai, ai, ai. Dan hebben we nog dit pakketje. De Prime Gold Players Pack. Dit is een 45k pack, toch? Ja, volgens mij wel. Die gaan we even openen. Het is minimaal borde.
Ai, dan worden we geprankt. Spaans, spits, Morata of Diego Costa? Costa. Nee, Morata. Morata. Oké, dan is het moment nu aangebroken. En dan gaan wij naar... Favorites. Oké, nou, we gaan gewoon naar de favorites, lekker. Mid-icon pack. Wat zit erin? Oh, ik vind het echt spannend, man. We gaan hem inleveren. Submit! Oh, jij kan natuurlijk niet meekijken, of wel? Jawel, kijk gewoon mee. Oh ja, via de PlayStation natuurlijk, ja. Ja. Oh, tuurlijk, ja. Ik dacht, anders kon ik via Discord ook wel doen. Maar we leveren hem in. Oh! Oké. Ik ga even de FUT binnen bijpakken. Want het... Volgens mij zijn ze... Alles is wel een beetje gestegen. Net. Nou... Ik zou je zeggen, als jij een Inzaghi pakt of een Lehman, dan kan je denken wel naar bed. Ja, je gaat hem gebruiken? Ik stuur jou bewijs dat ik hem sowieso ga gebruiken tot dit weekend. Gewoon. Loudroep ook? Loudroep, joh. Goeie. Oké, we gaan hem claimen. Ik krijg 250 points. En natuurlijk, een mid-icon pack. Wat ziet dat er toch heerlijk uit. En wat baal ik dat ik hem niet heb kunnen doen. Maar ja, als er een mid-icon SBC komt, dan weten jullie allemaal, kijkers, wat er gaat gebeuren. Oké. Oké, wat zijn de drie landen waarvan jij denkt dat het op gaat worden? Nou, ik hoop dat ik op Brazilië. Brazilië. Okay. Brazilië, Engeland. Brazilië, Engeland, dat is een goede inzet. En Frankrijk. Brazilië, Engeland, Frankrijk. Ik heb hier de jury naast me die onthoudt even. Wesselini van de buurt, dames en heren. De meest beschrokken man in de comments, vaak op mijn video's. Maakt niet uit. We gaan hem inleveren. En we gaan hem meteen dan skippen. Jij kan kijken. Jij moet niet kijken. Nee, ik zet mijn tv uit. ik zet de tv uit. Nee, echt serieus. Okay. Ik heb hem uitgezet. Oké. Browse packs. Wessel, die moet even kijken en die moet zeggen hoe of wat. Ik druk hem nu in. Vergeet niet te abonneren. Ja, hè? Jij moet gewoon kijken wanneer ik alles goed doe. Wanneer ik alles kan doen. Oké, dames en heren. Ik druk hem ingedrukt, toch Wessel? Oké, vergeet niet te abonneren, duimpje omhoog! Je kan hem skippen al. Ik hoorde een melding. Ik kan nu storen. Nog even. Storen? Ja. Maar ik kreeg een melding. Oké, ik dacht even. Ik dacht even dat er iets mis was met mijn opname, maar het loopt nog. Ik kreeg even een kleine hartverzakking. Goed! Hij zit in de club. Je kan de tv weer aanzetten. Ja, dan is het in ieder geval niet te Drogba. Oké, het is in ieder geval niet Drogba dus. Dus het is sowieso... Die focus valt af. Oké, dan weten we dat we die niet moeten zoeken. Ik ga dan even de goedkoopste... We gaan een beetje een combinatie doen van de goedkoopste. En natuurlijk de grote landen waar ook groei in zitten. Die moeten we dan niet als eerst zoeken. Maar laten we gewoon beginnen bij Japan. Ja, laten we daar beginnen. Die heb ik niet in de club. Dus. Nakata. Poeh. Dat zou wel leuk zijn. Kan je linken met die Kubo, hè? Oh ja. Je bent wel heel positief, hè? Nee, maar kijk. Ik vind Nakata zelf nog wel best oké spelen. Oké, nou, dan druk ik hem in. Als je kijkt. Japan. Ja, zoek. Nee. Oh, mooi. Dat bouw je nu? Nee. Oh, was of, hè? Ivorcus. Kan niet. Ik bedoel Nigeria. Wauw. Brainfart. Nigeria. Is het dan Okocha? Niet. Mooi zo. Denemarken. Dat kunnen er twee zijn. 3, 2, 1, boom! Oké. Zweden. Zweden. Hij staat op de S. Hij staat op Engels. Oh ja, wauw. Daar, onderaan. Oh wauw, ik skip er gewoon. Ja man. Gaat goed dit. Zweden. Oeh, ik krijg een kleine shock. Wales, gaan we ook doen. De W. Die wil je ook eigenlijk niet, hè? Ja. Iets naar beneden. Dat zijn jou. Wauw, wat gebeurt hier, joh? Bij het begin ik ben de zenuwachtig. Oké, Wales. Boom! Oh, oké. Wat is... Duitsland kunnen er heel veel zijn. Noord-Ierland? Dat is het beste. Oh ja. Ja, dat vind ik op zich wel best. Is dat ook gewoon... Dat is wel gewoon... Dat is wel Noorden. Noord-Ierland! Oh, het is niet best. Dat is niet best. Oeh. Finland. Oh, nee. Die was je even vergeten, hè? Oh, nee. Finland.
Finland, in 3, 2, 1. Oh! Hello darkness, my old friend. Oh, Liepmanen. Kijk hoe... Goeie shooting wel. Hoe hij kijkt, dat is denk ik ook hoe jij je voelt op dit moment. Vies dan weak food, dat wel. Je kan ook positiever ervan inzien. Ja. Ik ga ermee spelen. Ik heb hij is 200k. Auw. Oh, zo pijnlijk. Maar, jongens. Pijnlijk. Maar vergeet Thijs even niet te volgen op Instagram, Thijs. Promote even je Instagram hier. Laat even Spoorroel weten. Thijs. Wie? Spoorroel Thijs. Oké. Nou goed, ik zal wel even mijn tekst erbij typen, want het is weer een hele codetaal dit. Ik wil Thijs enorm bedanken. En nogmaals, wat ik al heb gezegd. Wil je nou ook dat ik jouw mid-icon pack ga openen? Laat het dan even weten in mijn DM op Instagram. @assistentje. Maak even een foto of een filmpje. Dat jij al bijna die 18 swaps hebt. En je moet Discord hebben. Dat is eigenlijk de enige voorwaarde. Ik wil Thijs nogmaals bedanken. Vergeet niet te abonneren. Druk dat belletje in. En like deze video. En dan zeg ik volg Thijs. En check je later. Tot de volgende.